In Nederland heeft zo'n 6% van de voltijdstudenten een eigen onderneming. Hoe doe je dat eigenlijk? Studeren en een bedrijf runnen tegelijk. Dit is de 21-jarige Virgil Zwagemakers, student Small Business and Retail Management en eigenaar van Burnwoods, een bedrijf dat houten horloges en zonnebrillen verkoopt. Met ondernemen ben ik begonnen toen ik zelf 17 was. In ieder geval begonnen met een wild idee en ik werkte wel eens samen met een kennis van mij. En die heeft me wel geholpen met de eerste persberichten schrijven en dat soort dingen. Natuurlijk de eerste prijsberekeningen maken. Maar verder leerde ik natuurlijk ook al veel vanuit school zelf. Dus ik wist wel hoe ik bepaalde dingen moest berekenen, hoe je zelf een stuk marketing kan doen. Verder is natuurlijk gewoon echt op pad gaan en ontdekken wat er gebeurt. In de eerste 2 jaar heb ik gewoon echt naast mijn studie volledig moeten doen. Op zich ging het wel goed, het was natuurlijk wel hard werken, je hebt lange weken. Maar als je echt iets leuk vindt, voelt het ook niet echt als werk aan. Dus dat is daar wel weer een voordeel van. Ja, nu doe ik die minor de Noorderlingen en is daar een stuk makkelijker. Ik hoef 1 dag per week naar school en verder kan ik gewoon lekker vol aan de slag. Met mijn minor zelf krijg ik nu heel veel steun. Want we mogen gewoon gebruik maken van verschillende coaches en heel veel bedrijven die aangesloten zijn bij de minor. Waar je gewoon advies aan mag vragen. Maar verder vanuit school had ik eigenlijk zelf in de eerste 2 jaar bewust voor gekozen om het goed apart te houden. Omdat anders school alle credits ontvangt tussen haakjes. En ik wil toch eigenlijk wel laten zien dat ik het gewoon zelf had gedaan. Ondernemen zelf bevalt hartstikke goed. Ik ben blij dat ik het uiteindelijk de stap heb genomen om volledig te gaan ondernemen. Ik had eerst ook gewoon echt de combinatie van school, op een boerderij werken en ondernemen ernaast. Maar op een gegeven moment werd ondernemen gewoon te druk. En heb ik de boerderijen laten vallen. Maar dat bevalt eigenlijk super goed. Ik vind op zich de studie goed te combineren met een eigen bedrijf. Maar dat combineer misschien omdat ik zelf small business en retail management doe. En dat mijn opleiding ook echt op gericht is om zelf te gaan ondernemen. Wel spreek natuurlijk veel andere studentenondernemers en die er wel wat meer moeite mee hebben. Bijvoorbeeld de jongens waarmee ik nu ook samen een bedrijfje heb, die studeren zelf communicatiesystemen. En die krijgen vanuit de opleiding eigenlijk gewoon veel te weinig ruimte om zelf goed aan de slag te gaan. Dat vind ik dan natuurlijk zelf jammer, omdat misschien hadden we veel meer groeipotentieel daardoor gehad. Ik denk dat ik gewoon ondernemer ben geworden omdat het gewoon in me zit. Ik heb er niet over nagedacht of dat ik dit echt als beroep wilde gaan doen. Op een gegeven moment kom je er gewoon achter dat je graag zelf de leiding in handen neemt en dat je gewoon wilt doen wat je leuk vindt. En gelukkig is dit onder pad gekomen en heb ik hier gewoon uit mijn volle rol eruit. Je hebt natuurlijk ook gewoon een gunfactor vanuit andere bedrijven, omdat je nog zelf jong bent. Je kan natuurlijk ook nadelig uitpakken dat ze je niet serieus nemen. Dat heb ik natuurlijk ook wel eens gehad. Daar bouwen we dan natuurlijk wel van. Je komt er over als echt een jong jochie soms. In ieder geval, meestal aan de telefoon hoor ze nog niet, maar als je het echt ziet, dan denk je, hé, die is wel heel erg jong. En dan gaan ze vanuit dat je te weinig ervaring hebt of totaal geen ervaring hebt. En dat je maar iets doet. Ja, en dat kan soms natuurlijk nadelig uitpakken, maar meestal niet gelukkig. Het hoeft natuurlijk niet voor iedereen het beste te zijn, maar ik denk zelf dat het beste is om tijdens je studie te beginnen met ondernemen. Je hebt dan relatief weinig te verliezen natuurlijk, je hebt alleen je kamer. Nou, als het ergste is dat je je niet meer kan betalen, dan is er natuurlijk geen man overboord. Als je later wat ouder bent, dan heb je een vrouw, je hebt kinderen, je hebt een huis, je hebt misschien een hond. En dan hangt er natuurlijk een stuk meer vanaf. Dus dat de drempel om te gaan ondernemen een stuk groter zijn.